Groep van Hagen. Ja, voorzitter, het is een beetje ritueel, hè? Voorzitter, we doen het volgens het kabinet al bijna 3 jaar voor de volksgezondheid. Maar we zijn nog nooit zo ziek, zwak en misselijk geweest. Opnieuw gaan er miljarden naar coronamaatregelen en we kunnen ons weer gratis laten testen, gratis laten vaccineren en we worden weer gratis voorgelogen en gemanipuleerd door de overheid. En geen enkele maatregel wordt ondersteund door een wetenschappelijke onderbouwing. Maar de maatregelen hebben ons wel veel gekost. Ons welzijn, onze MKB, onze economie, ons onderwijs, onze familie, onze vrienden, onze saamhorigheid en onze vrijheid. En niet in de laatste plaats onze gezondheid. En de oversterfte is onverklaarbaar hoog, maar correleert verdacht goed met de vaccinatiecampagnes. En mensen sterven bij bosjes zonder reden. Alle uitgestelde zorg heeft gezorgd voor een explosie aan doodzieke mensen. En wanneer gaat de minister van VWS toegeven dat de medische nevenschade van het coronabeleid veel groter is dan verwacht? Kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand. Ouderen en jongeren zijn vereenzaamd en depressief. En het coronabeleid heeft ons collectief zwak gemaakt. En daar betalen wij letterlijk en figuurlijk een hoge prijs voor. In WOP-verzoeken staat zwart op wit hoe wij belogen en bedrogen zijn. En ik geef een paar citaten. De coronacommunicatie moet net zo irritant worden als de wasmiddelreclame. We moeten ze een worst voorhouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zullen zijn. De basis voor grondrechtenbeperking is wankel, maar dat zeggen wij niet. Voor het sluiten van scholen is geen enkele inhoudelijke of wetenschappelijke onderbouwing. Helpend kan zijn om meer emotioneel te laden en koppelen met wat er kan gebeuren met mensen die je lief hebt. Dan gaan alle papa's en mama's dood. Het is weerzinwekkend, maar voor dit soort leugens en de spindokters die ze verzinnen, mogen wij opnieuw diep in onze buidel tasten. En wat vindt de minister nu eigenlijk van deze uitspraken van zijn ambtenaren? En voelt hij zich daar enigszins verantwoordelijk voor? En kan de minister aangeven hoeveel geld volgend jaar uitgegeven wordt aan de coronamaatregelen en hoeveel voor de beeldvorming? En onlangs werd het burgerinitiatief Opschalen Zorg aangeboden in de Tweede Kamer. Meer dan 50.000 Nederlanders ondertekenden dit manifest. Investeren in de zorg is van levensbelang. Niet om een nep-pandemie te bestrijden, maar om onze kapot bezuinigde zorg en waardevolle zorgmedewerkers te redden. Al het geld dat in deze begroting gereserveerd wordt voor corona, moet naar het opschalen en herwaarderen van de zorg. En ik zal hier namens BVNL, zoals ik net heb gezegd, een amendement voor indienen. En voorzitter, waarom die antipathie tegen de inzet van antivirale geneesmiddelen zoals ivermectine en hydroxychloroquine als onderdeel van de langetermijnstrategie voor het bestrijden van COVID-19? Is de minister het met BVNL eens dat dit goedkoper en minder ingrijpend is dan testen, traceren, vaccineren en het optuigen van een juridisch en grondrechten schendend instrumentarium? Voorzitter, de coronacrisis mag wat kosten, maar onze kwetsbare kinderen zijn kennelijk niets waard. Van al het geld dat naar gemeenten vloeit voor jeugdhulp zien de kinderen zelf weinig terug. Hoe meer probleemkinderen, hoe harder de kassa rinkelt in het perverse systeem dat we hebben gecreëerd. Maar jeugdhulpverleners worden onderbetaald en ondergewaardeerd. En dit kabinet bezuinigt op onze kinderen en daarmee op de toekomst van Nederland. Voorzitter, sport en bewegen moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn in het leven van iedere Nederlander, staat in de begroting. Maar dat wordt lastig wanneer steeds meer sportclubs failliet gaan. Na jaren van coronamaatregelen en exploderende energieprijzen zijn sportondernemers aan het eind van hun latijn. En waarom laat de minister ondernemers die helpen ons gezond te houden aan hun lot over? En ondertussen moeten ouderen die via een videoverbinding hun steunkousen aantrekken. Zijn de wachtlijsten in de GGZ ellenlang? Betaalt de burger zich blauw aan zorgpremie en lopen de zorgverzekeraars binnen? Onze zorg, voorzitter, is dood en doodziek. En laten we daarom eindelijk gaan investeren in een echt gezonde toekomst. In het belang van Nederland. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Hagen.